Yo! Welkom bij alweer de tweede aflevering van Team Biz. We hebben vandaag weer heel veel leuke weetjes voor jou. We hebben bijvoorbeeld het nieuwe videoclip van Pink. Wat er allemaal aan de hand is met Katy Perry. Pikante foto's van Kesha. En onze grote Vlaamse vriend Ian Thomas. Gaat hij samenwerken met het platenlabel van Justin Bieber? Je ziet het hier. En vandaag hebben wij als gasten Noah Zeel en Maren Stoffels. Welkom bij Team Biz. Hij is een van de nieuwe jonge acteurs in Nederland. Hij is acteur en producer van de nieuwe YouTube comedy serie Ponkers. En hij is pas 19 jaar. We hebben een klein clipje. One Direction kan hoog zingen. Laat je vriend dat ook doen. Best song ever! Herhaal deze tips 4 keer met verschillende hunks en je hebt je eigen boyfriend bent. Nou girls, ik ga de Backstreet Boys luisteren. Lekker old school. Peace out. Ja. Hoe bedenk je dit? Nou, zoals je ziet, ik doe het natuurlijk niet alleen. Samen met nog een aantal andere ponkers. Leg anders eerst even gewoon uit, wat is Ponkers precies? Nou, wat is Ponkers? Ponkers is dus een nieuwe YouTube comedy kanaal. En dat format hebben we eigenlijk overgenomen vanuit Duitsland. En wat daar heel erg aan heeft geslagen. En dat proberen wij nu in Nederland ook. Jullie dachten, wat zij kunnen wij ook. Precies. En zoals je ziet, deze over Edu Ponk. Ja. Met zo'n oude man. Ja, dat is natuurlijk wel geniaal. Jammer genoeg hebben we niet dat zelf bedacht. Maar de filmpjes zoals je deze zag, die hebben we zelf bedacht. En de aankomende Edu Ponks die je ook zal zien, die hebben we ook zelf bedacht. Want jullie komen 4 keer in de week met de nieuwe Ponkers. Ja. Want je hebt, wat je zei het al, Edu Ponkers, maar je hebt ook... Klopt. Megaponkers? Ja, je hebt een megaponk op vrijdag, je hebt een mixponk op maandag en een reponk op zaterdag. Wat is een reponk? Een reponk. Gewoon een clipje van de afgelopen week opnieuw. Ja, we hadden geen tijd meer om het op te loaden, dus we doen gewoon nieuw. Nee, het is eigenlijk meer gewoon een reactie op alle comments die we hebben gehad. Bijvoorbeeld afgelopen week heel veel Duitse aandacht gehad, omdat die zeiden van hey, dit is allemaal gekopieerd of geklauwd, zoals ze dat dan zeiden. En voor hen was het nog niet helemaal duidelijk dat dit gewoon afgesproken was. Ja. En dat dat voor de Nederlandse YouTube community gewoon heel nieuw is. Ja, die hadden echt zoiets, jullie komen aan ons ding of zo. Ja, precies. Ja, nee, dat hadden ze inderdaad. Maar je hebt dan 4 van die dingetjes, maar ben je dan de hele week mee bezig? Of? Ja, je bent er wel de hele week mee bezig. Maar echt de hele dag? Als in, je kan er niks anders naast doen? Of kun je het combineren met Het wel combineren. Ik bedoel, ik ben toch wel de hele... ben wel 4 à 5 dagen ben er wel mee bezig. En gelukkig kunnen we wel meerdere filmpjes op één dag schieten. Dat is op zich geen probleem. Maar je bent er wel, zeker omdat je gewoon 4 filmpjes per week moet uploaden en moet laten zien. Ja, ben je toch wel heel veel tijd aan kwijt. En daarnaast heb ik gewoon nog 2 dagen vrij. En die benut ik. Oh, die heb je wel? Ja, die heb ik gelukkig nog wel. Dus dat scheelt. Maar naarmate Ponkers zich zal ontwikkelen, zullen we wel zien hoe dat gaat lopen. Ja. En wat kunnen we nou allemaal nog verwachten deze week van Ponkers? Nou, afgelopen maandag hadden wij Wolverine. We zijn dagelijks bezig met die lange nagels. En nu op dit moment kunnen jullie overschakelen naar Ponkers. Maar dat doen we natuurlijk niet. Nee, want dit is ook net zo leuk. Hierna dan ook prima. Weet je bepaalt het lekker zelf, dat is het leuke aan YouTube. Maar goed, hebben we Edeponk en dat gaat over Rijk Tata. En zeker het kijken waard. En dan hebben we vrijdag Megaponk en dat gaat over Pokémon. En daar moet ik niet te veel over gaan vertellen, dan moet je gewoon kijken. Dus dat kan je zeker verwachten van ons. Ik zeg doen. En wie ook nog meer hele leuke nieuwtjes heeft is Romy. Dus, Rom, wat is er nieuw? Nou, ik heb dus op de website van Madame Tussauds zitten kijken. En ik klikte daar op het beeld van Katy Perry en zag er iets heel raars. Namelijk dat haar beeld een optreden heeft buiten de deur op 1 oktober. Ik vond dat heel raar, want een beeld van optreden buiten de deur, dat klopt niet. Dus ik heb dat even voor jullie nagekeken. En het blijkt dus dat de Kids Top 20 daar iets mee te maken heeft. Het is namelijk zo dat aanstaande zaterdag Katy Perry bij hun in de show zit. En het grappige is dat die show op 1 oktober is opgenomen. En alle maniacs even opgelet. Want alle fans van Main Street, de voorverkoop van hun concert op 22 december in Amersfoort, is van start. En nu weten jullie allemaal gillend gek worden, want het is een fantastische show. Maar wij hebben iets heel leuks. Want de poster die jullie hebben gezien bij Jeronimo in de studio, daar hebben wij er maar liefst 3 van gekregen. En 2 gaan we dus weggeven aan 2 van onze trouwe kijkers.
Het enige wat jij hoeft te doen, is een hele leuke comment plaatsen hier op YouTube bij de show. Wij gooien al die comments in een grote emmer. En volgende week, dus je moet weer kijken, gaan wij 2 leuke comments uit de bak pakken. En die 2 krijgen dus een hele mooie concertposter opgestuurd. Gewoon thuis. Dus allemaal even doen. En dan nu breaking news. Want Hottie Ian Thomas, jullie kennen hem allemaal wel. In België is het echt een superster. Hij heeft iets fantastisch meegemaakt. Justin Bieber, wie kent hem niet? De Hottie. Zijn platenmaatschappij heeft Ian Thomas dus een platencontract aangeboden. Het is echt fantastisch. En wij vroegen ons dus af wat Ian Thomas hierover te zeggen heeft. Dus Jeronimo, jij bent natuurlijk heel goed bevriend met Ian. Wat heeft hij hierover gezegd? Want jij hebt hem aan de telefoon gehad. Wij willen het weten. Ja, klopt. Maar voordat ik ga vertellen wat ik allemaal met hem besproken heb vanmorgen, gaan we eerst eens even kijken wie Ian nou precies is. Zoals Romeo al zei, ik heb natuurlijk Ian vandaag even gesproken, want ik wou natuurlijk weten of het klopt. En het klopt, hij is inderdaad benaderd door dezelfde platenmaatschappij als Justin Bieber om daar onder contract te komen. En hij gaat in december gaat hij met zijn management naar Amerika om het contract te bespreken. En dan pas is het echt definitief. En Ian zegt zelf, ik durf het eigenlijk nog niet te geloven, ik durf er nog niet van te dromen. Maar 1 for the stars en 4 on the ground. Aldus Ian. Wauw, dat is echt fantastisch. Nou Ian, we hopen echt dat het waar is en dat het allemaal uitkomt. We wensen jou echt het allerbeste. En nu even een heel kort nieuwtje over Pink. Want zij heeft een filmpje op YouTube gezet. En daar neemt ze ons mee backstage in haar nieuwe show Walk of Shame. Het link staat op onze site, dus ga even kijken. Het is een hartstikke leuke video. En dan ben ik nu alweer aangekomen bij het laatste nieuwtje van vandaag. Het gaat over Kesha. Want zij heeft dus zich ook gemengd in de girl power race om aandacht. Het is eigenlijk verschrikkelijk. Kijk, na de twerking Miley en de oversexy video van Rihanna is nu Kesha ook bezig. En wel met foto's op Twitter. En ik zeg eerlijk, die foto's liegen er niet om. Dus ga even allemaal kijken. Het zijn best wel spannende foto's. Maar wij vragen ons dus nu af, is dit een voorproefje voor haar nieuwe video? Wie weet. En dan heb ik nog één heel leuk ding. De Hitkrant. Jullie kennen hem allemaal van school, thuis, overal heb je deze gelezen. Hij is nu elke week weer te krijgen. Hij staat bomvol nieuwtjes, posters, verhalen. Het is echt fantastisch. Ga hem halen. Dit is de nieuwste. Deze week in de winkel. Elke week. Nou Jeronimo, dit was het weer voor deze week. Ik ben helemaal door mijn nieuwtjes heen. En terug naar jou. Maren Stoffel, succesvolle schrijfster van meidenboeken. En al 15 boeken op haar naam. Hier op de bank. Hoe gaat het? Ja, goed. Mijn nieuwe boek is net uit. Dus je nieuwe boek is uit. Laten we die eens eventjes meteen er gewoon even bij pakken. Die onderste is het. De onderste. Stapel Verliefd. En waar gaat die precies over? Stapel Verliefd gaat over Liv. Liv heeft een hele grote droom. Die wil zangeres worden. Alleen het mag niet van haar vader. En als haar vader erachter komt dat ze zangeres wil worden, slaat hij er. Dus het is echt een heel heftig boek geworden. Wat is er gebeurd? We hebben allemaal leuke boeken. Lieve boeken. Ik had zoiets van, ik wil hier een mooi boek schrijven. Een heftig boek. En dat is dit wel. En toen dacht je nou, hoppa, meteen met huishoudelijk geweld. Ja. En heeft het ook gelijk een boodschap dan, wat je wil meegeven? Het gaat echt heel erg over je dromen volgen. En je door niks of niemand laten tegenhouden. En daar ben ik wel een voorstander van. Want ik wilde ooit schrijver worden. En dat is ook goed. Met 15 boeken, dus best wel heel erg goed gelukt. Ja. En ik lees hier meteen, en dat vind ik heel leuk, voor al mijn fans die ik heb ontmoet en die ik hopelijk nog ga ontmoeten. Dit boek is voor jullie. Ja, ik had zoiets van, ik heb eigenlijk al mijn boeken zijn aan iemand opgedragen. Echt van mijn ouders tot de vriendinnen tot familieleden. En nu had ik zoiets van, nou, nu bij mijn 15e zijn toch de fans aan de beurt. Want die hebben het uiteindelijk allemaal voor elkaar gekregen dat het zo goed gaat. En ik denk dat ze er heel blij mee zijn. Ja, ik hoop. Zeker in huishouden dus. Maar dan heb ik nog iets, ik kan het niet zeggen, maar 15 boeken. Maar er zijn eigenlijk maar echt 3 die echt heel leuk zijn. Ja, dat is waar. Er zijn er eigenlijk maar 3. En dat komt, dat kunnen we ook meteen even vertellen. Op deze boeken sta ik. Echt niet. Ja. Op blote voeten, dat ben ik hoor jongen. Deze? Ja, dat zijn mijn voeten. Echt niet. Echt wel. Laat zien dan. Ik geloof, nee. Wat, moet ik mijn voeten, mijn schoenen uittrekken? Ik ben dit. En je sokken eigenlijk dan ook toch? Niemand gelooft me als ik het vertel. Nee, dit ben jij echt niet. Jawel, kijk. Ja, oké, wel een beetje.
Ja, wacht. Maar nu kan de camera het niet zien. Wacht. Hoe zit dat boek? Zo. Ze zijn toch een beetje bleekjes, ja. Ik moet er terug de zon. Ja, maar de tenen kloppen. Wel, hè? Ja. Volgens mij wel. Absoluut. Ja? Kijk maar. Ach, godverdomme. Maar dit is dus echt. Dus hij, dit is echt. En dan hebben we ook nog één boek dat is nog mooier. Er staat, nog mooier. Staat alleen mijn kont op. Maar je bent wel een keer herkend, hè? Jij mocht mij niet zo in het begin, hè? Nee. Het waren eerst alleen de voeten die erop mogen, toen alleen maar mijn kont. Ja, maar dit ben je ook dan? Dit ben ik ook. Oké. Okay. Je bent zelf herkend, hè? Door een meisje. Door mijn kont. Ja. Ik kwam naar ons toe. Hé, jij staat toch op dat boek? En we hadden nog niks gezegd. Ik zei, hoe weet jij dat? Ja, ik zag het. Ik zei, oké. Okay. En dan het laatste boek, Verliefd op alle drie. Ja, toen ook zoiets van drie keer scheepsrecht. Het ene laatste boek natuurlijk. Ja. Drie maal scheepsrecht en toen mocht ik er eindelijk op. Met je hebt zelfs een personage naar mij genoemd. Ja. Die heet Jay. Om het goed te maken een beetje. Yes. Ja. Maar dit boek is natuurlijk ook wel heel speciaal. Het is niet je laatste boek, maar er zit wel een heel leuk verhaal achter. Ja, misschien wel het meest bijzondere boek. Er zit een soundtrack bij. En die is ingezongen door Geronimo zelf. En... Oeh, dus daarom is die zo leuk. Ah, ik zeg het toch? De drie leukste boeken. Maar... Maar wat was eigenlijk de reden dat je Geronimo erbij wilde betrekken? Ik had wel zoiets van, er is nog nooit een boek gemaakt met een soundtrack. Wel heel veel films natuurlijk. En ik had zoiets van, dat lijkt me toch wel heel gaaf. Om een boek te maken waar ook gewoon een cd bij zit. Die ook nog eens een keer in het boek voorkomt. Dus het is echt een nummer waar het meisje heel erg fan van is. Mm-hmm. En dat hebben we laten inzingen door hem. Echt te gek. En we hebben een paar vragen van, ja, we moeten door. Maar we hebben een paar vragen van mensen die op internet een vraag aan jou mochten stellen. Okay. En Savitri vraagt, hoe kom je op het idee om boeken te schrijven? Want je hebt echt verschillende soorten boeken geschreven. Klopt, ik heb eigenlijk heel veel thema's gebruikt die heel erg in het echte leven voorkomen. Ik hou heel erg van realistische verhalen, dus hoe realistischer, hoe beter. En soms dan zie ik iets of hoor ik iets en dan heb ik zoiets van, daar ga ik een verhaal over maken. Ja. En dan heb ik er nog een van Sandy. Heb je voordat je aan een boek begint te schrijven al een verhaal in gedachten? Of komt het allemaal op het moment zelf als je eraan begint? Allebei. Meestal heb ik wel een soort van basisidee en meestal heb ik ook de laatste zin in mijn hoofd. Dus waar het verhaal over heen moet gaan. Maar tussendoor laat ik me eigenlijk gewoon heel erg verrassen en soms dan schrijft het boek zich bijna vanzelf. En dan heb ik één laatste vraag en die is aan jullie allebei. Hoeveel houden jullie van spelletjes? Want wij gaan met deze twee een leuk spelletje spelen. Heel veel. En voor het spelletje van vandaag hebben we een heel leuk item. Want ze moeten raden wie ze zijn en ze mogen maar drie vragen aan elkaar stellen. En Noah, jij mag beginnen. Ik mag beginnen. Jij mag beginnen. Ik ga iets aan de kant. Ben ik een man? Ja. Oh. Ja. Waarom moet er nou het zo... zit er aan. Ja, ik weet ook niet waarom ze twijfelt. Het is een jongen. Oké. Okay. Man. Een jongen meer. Man. Ja, jongeman. Jongeman is het. Ja. Een jongeman. Ja. Klap te vol. Is het een acteur? Nee. Nee. Is het een zanger? Ja. Nou, nu moet je raden wie het is. Ik zal één hint geven, hij heeft wel een eigen film. Ja. Nou is hij helemaal... Ja, wauw, nu weet ik hem eigenlijk wel. 3, 2, 1. Justin Bieber. Yes! Ja? Ah, shit. En nu moet ik nog. En nu is het aan jou. Wow. Ben ik... Nee. Ben ik een vrouw? Oké, okay, ja, ja. Ja. Ben ik knap? Oeh, ik vroeger wel. Ik vond haar vroeger echt. Nou, vroeger. Ik heb video's van haar van eerder gezien en toen. Ga je op de muur ja. kijken. Volgens mij denk ik al dat ik weet wie het is. Ben ik de laatste tijd heel veel in het nieuws geweest? Yes. Ben ik Miley Cyrus? Ja. 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 Wow. En dat was het spel van deze week. En deze week kun je niet alleen de post van Main Street winnen, maar ook het nieuwste boek van Maren Stoffels. En wat moet je daarvoor doen? Heel, heel snel gaan naar www.teambiz.nl, want daar staat alle informatie op hoe jij dit prachtige boek gaat winnen. Het was het dan alweer voor deze week. Vergeet niet dit kanaal te liken, te sharen en te abonneren. En wij zien jullie volgende week weer terug. En wil jij nou weten wie er volgende week bij ons de gast is? Houd teambiz.nl in de gaten. Wij zien je volgende week 4 uur hier.